De gemeente wil de brandweerkazerne uit het centrum. De brandweerkazerne aan de Vossemansstraat in Apeldoorn moet, als het aan de gemeente ligt, daar weg naar het oude pand van Ter Hoeve Verf bij de Matenpoort. Donderdagavond werd er in de gemeenteraad hierover gesproken. Daar blijkt dat de wethouder Wim Willems dit plan echt wil doorzetten. Ja, volgens mij is dit gewoon echt een plek voor de nieuwe brandweer waarvan we echt nog beter de dienstverlening kunnen doen. Waar we de veiligheid kunnen vergroten vanaf één centrale plek in Apeldoorn. En volgens mij omarmen we dat ook allemaal. En wat we doen is dat we echt zeggen 24/7 kunnen we ook gewoon één post bemannen. En dat is op deze plek eigenlijk echt de beste plek. Om de aanrijdtijden te halen moet er een brug gerealiseerd worden. Waar komt die brug precies? Ja, dat is nog in onderzoek waar die exact moet komen. Maar het is de bedoeling dat we eigenlijk van de kant van de Maten naar de kant van Zuid een brug gaan leggen. Zodat we bij prio 1 meldingen zo snel mogelijk aan de andere kant kunnen zijn. Kan ik straks met mijn auto ook over die brug heen? Ja, dat kan wel, maar je krijgt wel een boete. Dat is niet de bedoeling. Oké. Hoe kijkt de brandweer zelf tegen die situatie aan? Want ik begreep tijdens de PMA dat er nogal wat discussies waren over de aanrijdtijden. Gaan ze dat nog halen straks? Ja, juist op deze plek worden de aanrijdtijden beter in Apeldoorn. Omdat we hier één centrale plek hebben waarbij we heel Apeldoorn, maar ook de toekomst, waar we naartoe groeien in 2040, echt goed bereikbaar kunnen houden. Dus dit is een plek waar de brandweer heel erg blij mee is. Maar willen we echt die zuidwestelijke hoek doen en dan echt de prio 1 storingen, zoals ze dat noemen, meldingen, dan is zo'n brug eigenlijk wel van wezenlijk belang, want dat scheelt 1 minuut en 20 seconden aan tijd. Dat is voor de brandweer zo erop hamend van die brug is echt van wezenlijk belang, dat redt levens. Ik hoorde ook wat hiaten over de Laan van de Mensenrechten. Zijn daar nog plannen om iets aan te gaan passen? Nou, we zijn helemaal bezig in de spoorzone, dus de Keizersmolen Noord, het hele spoorgebied, dat wordt nu ontwikkeld. En daar gaan we ook vanzelfsprekend rekening houden met alle wensen op mobiliteit en zullen daar ook zeer nadrukkelijk kijken wat we nog kunnen verbeteren. Eventueel een dubbelbaansweg daar? Ik durf op dit moment niet te zeggen. Het belangrijkste is dat we proberen het verkeer zoveel mogelijk uit het centrum te krijgen naar de ring. Dat is ook een van de redenen dat we bezig zijn met een tunnel in de ring. Maar juist hoe meer verkeer er naar de ring gaat, hoe makkelijker de Laan van de Mensenrechten bereikbaar wordt. Dus misschien is dat wel een kleine oproep aan al onze inwoners. Ik begreep ook dat jullie met technologie wat willen gaan doen om meer doorstroming te krijgen. Waar moet ik dan aan denken? Nou, wij kunnen de brandweerpost of de hulpdiensten met de slimme verkeerslichten die we hebben voorrang verlenen bij onze verkeerslichten. Maar we kunnen ook zorgen dat de auto's die er staan ook eerder groen krijgen, zodat eigenlijk het wegvak vrijkomt en de hulpdiensten nog sneller door kunnen rijden. Ik hoorde dat er een keuze is tussen het huidige pand van Ter Hoeve, want daar gaat het over, door de heer Sweres volgens mij ontworpen, te behouden en aan te passen of een nieuwbouw op die locatie. Wat is vanavond de uitkomst geworden? Waar stemde de raad voor? Nou, de raad heeft vooral uitgesproken ook voor de nieuwbouw te gaan. De belangrijkste reden daartoe is dat wij het nog beter kunnen inrichten om de brandweerzorg nog beter van dienst te kunnen zijn. En daarnaast kunnen wij het pand echt verduurzamen, wat bij de renovatie van het pand altijd iets minder is. Het pand is niet efficiënt genoeg, begreep ik uit het verhaal? Of? Nou, we kunnen er alles doen, maar wil je het echt efficiënt hebben en de opstelplaats op de goede plekken hebben en echt zorgen dat we, ik zeg maar, nul op de meter hebben, dan is nieuwbouw echt de meest wenselijke situatie. Wanneer de brandweer daar naartoe gaat verhuizen, is nog niet bekend.